Het schoonste Tilburgs, zijn ze. Wie praat er het schoonste Tilburgs? Ik dacht bij mijn eigen, daar zou ik naast aan meedoen. Dat leek mij wel geef. Tilburgs kampioen, Tilburgs knauwen worden. Het lijkt wel ijdels. En na ik door de voorronde gekomen zij, nou ga ik het er pas echt omspannen. Want die andere vijf, die zijn ook niet op de muntje gevallen, ook niet. We hebben de schoonste stad van het land, mensen. Maar weten jullie, wij denken het allerschoonste wijn van de schoonste stad? Carnaval. We hebben er jaren op moeten wachten. Maar toen mocht het van de burgemeester. Die heette Kees de Sloper. En toen waren het in ene gepermitteerd. Een opstoet. Wen vist. Elk jaar ga ik wagens lauwen, omdat ik ze nieuwsgierig zei, wij ze er deze jaar weer van braaien. En naar het leuteren luisteren, dat doe ik ook zo gerne. Of meekwijken op het Blairconcours. Weten jullie dat er in Tilburg een tonpraatacademie is? Waar je kunt leren leuteren? Nee, dat heeft niks te maken met kruiken, gezeik. En dan hebben we nog de kruikenbruiloft, de kruikenmis, het kruikenconcert. Je zet er maar druk mee als een klein boske met carnaval. Al waar het mag, mee al dat dweilen. Maar het schoonste van carnaval vind ik de opstoet. Met al die hoogkeren en al die streupen. Ik heb zelf ook wel eens meegelopen. Ene keer alleenig en ene keer met z'n tweeën. Toen ik alleenig was, waren we twits en met z'n tweeën waren we drieders. Afijn, ik loop dus met die opstoet mee en langs de kant stond zo'n oude Tilburgse mens met een klein kleutje te kijken. Ik hoorde die in brak zeggen, opa, er zit een allemaal gat er in de opstoet. En toen zei die een mens, dat zijn geen gatter, menneke, dat zijn gater. Allee, dat je bedankt bent, dat weten. Goeiedag, welkom bij Boeken met Science. Mogen wij u ontvangen in ons aangename sfeer en hedendaagse kwaliteit.